ben Donna Jansen, ik ben 19 jaar. Ik ben geboren met heupluxatie. Wat betekent dat mijn gewricht niet gevormd is en daardoor kan ik nog maar kleine stukjes lopen. Ik heb gesport denk ik al sinds ik 7 was. En toen gewoon uit het niks eigenlijk ging het heel slecht en kon ik het niet meer. Dit was wel de eerste keer dat ik echt iets moest opgeven door mijn handicap. Ja, het rolstoeltennis is heel belangrijk voor mij. Het heeft me gewoon van alles gegeven wat ik een tijdje kwijt ben geweest. Sociaal, enthousiasme, überhaupt sportiviteit. En ik ben altijd heel erg sportief geweest. En als dat wegvalt, dan is dat heel lastig. En dat kreeg ik hierdoor weer terug. Ik denk dat sporten met voor mensen met een handicap heel erg belangrijk is. Het is niet alleen het sportieve gedeelte, maar ik denk vooral het sociale gedeelte. Dat je ziet van, ik heb lotgenoten. En die mensen die zijn heel erg zelfstandig en die doen alles wat ze willen. En dan krijg jij zelf ook weer een boost van. Ik denk dat als ik gewoon mijn verhaal deel en mijn enthousiasme, wat ik nu weer terug heb gevonden, kan delen met andere mensen, dat hun dan daartoe ook zoiets hebben van, dat wil ik ook. Stilzitten is voor niemand goed, dus ook niet als je een handicap hebt. Je moet altijd gewoon lekker blijven bewegen. En heel veel mensen denken dat het niet kan omdat ze een handicap hebben. Terwijl er zijn zoveel mogelijkheden, maar mensen moeten daar wel bewust van worden.